Een goede avond, beste kijkers. Welkom op het webinar van AZ Amiaan. Ik ben Diederik Persijn, ik ben een van de nieuwe gastroenterologen, gestart 2 augustus. Ik ga een woordje zeggen over chronische diarree en PPI-gebruik. Als we beginnen over chronische diarree, is het altijd handig om eens kort de definitie te gaan herhalen. We baseren ons op de stoelgangsconsistentie en vooral op de frequentie. Volume is een beetje achterwege gelaten. Van frequentie spreken we altijd over meer dan 3 keer per dag. En consistentie is volgens de Bristol Stool Chart de slappe stoelgang, dus type 5 tot type 7. Het verschil tussen acuut en chronisch is dat we bij een chronische diarree toch spreken over meer dan 4 weken duur. Een goede anamnese is altijd belangrijk, want zeker oudere mensen gaan soms langskomen op de raadpleging en zeggen: ik heb diarree, maar eigenlijk is dat een verdoken klacht, eigenlijk is er incontinentie. Komt deze klacht veel voor, chronische diarree? Absoluut. Het is een frequente pathologie, toch zeker bij 4 tot 5% van de volwassen bevolking. En als er buikpijn bij gepaard gaat, meer de klassieke spastische darm, predominant diarree, gaan die cijfers wel bijna richting 15%. Altijd belangrijk om in het begin te kijken voor, is het organisch, is het functioneel? Organisch spreken we over diarreeklachten die minder lang bezig zijn, nachtelijke diarree, vermagering, dat die alarmtekens er zijn, versus natuurlijk de meer functionele klachten. Jongere patiënten, klachten van buikpijn 1 keer per dag gedurende minimum 1 keer per dag al minimum 3 tot 6 maanden bezig, geassocieerd met een verandering van stoelgangspatroon. Een drukke slide, maar gewoon om eventjes aan te duiden van etiologie zijn er ongelooflijk veel mogelijke oorzaken van chronische diarree. Zeker ook niet allemaal de bedoeling om die van de avond te gaan overlopen. Waarbij dat we starten met de functionele zaken. Je hebt dat glutenovergevoeligheid, kan overloop diarree, infectieuze problemen hebben, galzouten diarree, kan een pancreasprobleem zijn, kan bacteriële overgroei hebben, maligniteit, inflammatoire darmziekten, mensen die meer gewoon een geval van een etylieke, dat kan natuurlijk ook diarree geven, endocrine problemen zoals Addison, hyperthyroïdie. De lijst gaat maar door en door en door. Maar eigenlijk onze uitwerking blijft grosso modo altijd hetzelfde, waarbij dat we altijd beginnen met een goede anamnese en gaan kijken voor, is er vermagering aanwezig? Zijn die mensen familiaal belast voor het colorectaal carcinoom? Is er bloedverlies? Is er nachtelijke diarree? Altijd ook nuttig na te vragen, hebben ze voorgeschiedenis van heelkunde? Hebben ze recente buitenlandse reizen gedaan? Speciale diëten die ze volgen? Iemand die bijvoorbeeld 10 blikjes Red Bull per dag drinkt door die overdreven dosis van cafeïne, gaan die mensen ook diarree kunnen krijgen? Drinken ze veel frisdrank, noem maar op. En de medicatielijst zeker ook altijd mee te gaan pakken. Een standaard klinisch onderzoek waarbij dat de PPA ook niet te vergeten valt, is ook wel nuttig dat je zeker op de sfinctertonus kan kijken voor een component incontinentie en overal diarree kan vaststellen. Biochemisch, standaard labo, ook altijd nuttig om te gaan doen. Kijken of er anemie is, zijn er ontstekingsparameters gestegen, hoe is de vitaminestatus, schildklierfunctie, HIV-status, immunoglobulines, ik heb nog bepaalde tumormerkers van zeldzamere neuroendocrine tumoren. Dat is natuurlijk zeker niet in de routine-workout, dat is meer in functie van hoe dat de kliniek zich verder gaat zetten. Een feestjescultuur, ook zeker nuttig bij de basisuitwerking, waarbij dat je behalve coprocultuur met Clostridium ook toch de parasieten niet mag vergeten. Calprotectine is een zeer nuttige marker om te gaan doen. Maar dan is altijd een beetje de vraag van oké, wat doe je als die verhoogd is en wat is eigenlijk te hoog? Minder dan 50 weten van we moeten ons niet veel zorgen maken. De kans dat die mensen eigenlijk in de problemen gaan komen is zeer klein. De grijze zone is toch 50 tot 250. Is er nog recent een mooie studie van verschenen als die mensen in die grijze zone zitten, dat je wel nog tijd hebt om af te wachten. Als ze een grote groep patiënten met bijvoorbeeld een calprotectine van 220 opvolgen over 12 maanden, had ongeveer 8% van die mensen eigenlijk kans hebben voor naar een IBD te gaan. Dus eigenlijk maar lage aantallen. De feces occult bloedtest vinden wij eigenlijk ook van onze dienst van gastroenterologie is eigenlijk minder nodig in de uitwerking van chronische diarreeklachten, omdat die vaak vals positief is. En vanaf die natuurlijk afgenomen wordt en positief is, moet je eigenlijk altijd een coloscopie gaan uitvoeren. Maar dus eigenlijk bij de routine workout doen wij die ook eigenlijk standaard niet. Als mensen natuurlijk bij ons komen, dan gaan we de volgende stap ook gaan doen met maagonderzoek, darmonderzoek, eventueel bepaalde ademtesten, scanners, voor op dundarniveau te kijken, kunnen videocapsules doen, kan een embryo-enterografie gaan doen en kunnen natuurlijk nog veel andere testen gaan doen. Hier een ander schemaatje om een keer op een andere manier te denken over chronische diarree, meer pathofysiologisch. Kijken we meer naar waterige diarree,
drie grote groepen, de functionele klachten waar we al over gesproken hadden, maar ook osmotische diarree, dat er dus osmotisch actieve stoffen in de darm zijn, trekken water aan en geven diarree. Dat zijn typische mensen voor de lactose-overgevoeligheid, mensen die bijvoorbeeld veel frisdrank drinken en sorbitol, van die kunstmatige suikers, ook binnenkrijgen, mensen met laxatieve abusus ook. Je kan dan eigenlijk op de stoelgang een osmotische gap gaan berekenen en echt gaan kijken van oké, zitten er hier osmotisch actieve stoffen in? Als de mensen nuchter gezet worden, zal osmotische diarree ook vanzelf stoppen. Secretoire diarree daarentegen, als je die mensen niet laat eten, blijft de diarree verder gaan. Typisch voorbeeld daarvan is de halszuurmalabsorptie, waarbij de halszuren eigenlijk een prikkelend effect op de darmwand hebben, secretie van water gaan uitlokken en zo ik secretoire diarree gaan geven. Je hebt natuurlijk ook nog inflammatoire diarree, dus bloederige diarree door infecties, darmischemie, kwaadaardigheden. Hebt u steatorree, typisch door pancreas, maar kan bijvoorbeeld ook door halszuurproblemen zijn, daar gaan we straks nog op terugkomen. En pseudo-diarree staat bijvoorbeeld de component overgelopen diarree daar eigenlijk tussen. Het is te uitgebreid voor al die zaken te gaan bespreken, dus ik ga gewoon een paar topics er wat uitlichten. Medicatie is en blijft altijd eigenlijk een heel belangrijk punt om na te gaan vragen. Er is een waslijst aan medicatie die eigenlijk een diarreeklacht kan geven. Op kok staat nog altijd de klassieke Metformax. Is eigenlijk zeer goed gekend voor diarree te geven. Zelfde mensen dat al jaren nemen, hebben bijvoorbeeld nog ook de natuurlijke mensen die antibiotica-geassocieerde diarree krijgen. Antidepressiva zoals de SSRI's zijn ook typisch. Medicatie voor Parkinson is ook goed gekend. Mensen die NSAID's nemen ook, mensen die PPI's nemen ook. Dus eigenlijk altijd toch handig voor die medicatielijst een keer goed te gaan bekijken. Zien of er daar iets recent is opgestart. Maar ook als mensen eigenlijk medicatie al lang nemen, kan dat toch ook nog altijd de schuldige zijn. Graag uw aandacht ook voor deze medicaties. NSAID's, PPI's en SSRI's zijn eigenlijk medicamenten die een hoge waarschijnlijkheid hebben om een microscopische colitis uit te gaan lokken. Mensen kunnen dat eigenlijk ook met ups en downs van klachten eigenlijk gaan hebben. Kan ook ontstaan na eigenlijk dat ze al lang die medicatie gaan nemen. En dus zeker niet met de high likelihood mee altijd te gaan denken dat eventueel een lymfocytaire of collagineuze colitis zou kunnen onderliggend zijn. De medicatie stoppen kan soms ook niet genoeg zijn, dat het soms ook puur de medicatie is die een trigger heeft, dat je dan een ongoing inflammatie hebt in de darm, waarbij dat je uiteindelijk je diagnose nodig hebt, en daar heb je wel een coloscopie voor nodig met biopsies, zeker rechtszijde. Dus als er een linkszijdige coloscopie is geweest die normaal is van biopsies, moet je dat eigenlijk niet gaan vertrouwen. Er moet een volledige coloscopie gebeuren, dat we ook rechtszijdige biopsies hebben. Desondanks dat een inflammatoire type diarree is, is calprotectine daar niet bij gestegen. Het is microscopisch, daar kan je niet op gaan afgaan. En de behandeling blijft altijd nog budesonide, 3 keer 3 milligram, tezamen in te nemen, 's ochtends met dan een afbouwschema. Het is een cortisone, maar omdat het zo'n hoog first pass effect heeft in de lever, en zo rap gemetaboliseerd wordt, heeft dat eigenlijk zeer weinig nevenwerkingen. En meestal behandelen mensen voor een drietal maand, dan kunnen we stoppen. Maar altijd bedacht zijn dat er toch eigenlijk een redelijk hoog recidiefrisico is. Zit toch in de grote orde van 50, 60, 70% dat er eigenlijk opnieuw diarree kan ontstaan, dat die microscopische colitis opnieuw kan opflakkeren. Er zijn ook casussen beschreven, maar dat is dan meer off-label, waarbij dat mensen zo'n zware opstoten van microscopische colitis doen, dat je die eigenlijk gaat behandelen als een inflammatoire darmziek. Dat die mensen voor het gestart worden op Remicade of op vedolizumab. Maar dat zijn natuurlijk zaken die dan heel grondig moeten uitgewerkt zijn eerst. Korte casus. 60-jarige man, hoge bloeddruk, type 2 suikerziekte en heeft een extended rechterhemicolectomie gehad in kader van een PT2N0M0 colorectaalkanker. Die man komt naar uw consultatie met diarree sinds een zestal maand, 3, 4 keer per dag. Stabiel lichaamsgewicht, medicatie pakt in Metformax en Bisoprolol. Geen echte alarmtekens, labo is ook normaal, CA is normaal, heeft dan een coloscopie gehad, was eigenlijk ook goed. En de feestjescultuur is negatief met de calprotectine in die grijze zone, zo rond de 80, ook eigenlijk niet veel speciaals. Als je mensen hebt met zo'n postheelkunde, altijd toch natuurlijk medicatie goed gaan bekijken, dus Metformax eventueel stoppen, switchen. Sommige studies zeggen ook dat de reductie naar bijvoorbeeld 500 milligram ook al genoeg kan helpen. Maar zeker goed denken aan die operatieve voorgeschiedenis, waarbij als er dan trechterkolon en terminaal ileum is weggenomen, twee grote pathologieën toch ook altijd naar voren komen. Denk aan bacteriële overgroei,
omdat de flora van de dundarm is een enorme factor minder dan flora van het colon. Colon is 10 tot de 12e, de dundarm maar 10 tot de 4e. En omdat je klep weg is genomen, kan die flora dus eigenlijk ook retrograd richting dundarm gaan migreren. Dus zeker aan denken bij operatieve voorgeschiedenis, maar is een lastige diagnose. Niet veel testen dat we kunnen doen om dat eigenlijk te gaan bevestigen. Je hebt een halsuurademtest, maar zeker bij mensen die geopereerd zijn, is de transittijd al rapper en kan je dus eigenlijk ook makkelijker vals positieve of negatieve testen gaan hebben. Heb je voor toevallig een flora die geen waterstof gaat produceren, dan gaat je test vals negatief zijn. Dus wat wij vaak ook doen bij mensen met een suggestief verhaal, is empirische antibiotica-therapie. Flagyl kan je geven, Tiberal kan je geven, Habroral kan je geven, Fibrotac kan je geven. Verschillende soorten zijn eigenlijk mogelijk en ook geen één is eigenlijk het beste. Het is altijd een beetje trial and error met je patiënt om te kijken waar je uitkomt. Galzoutendiarree is een ander belangrijk iets om aan te denken als mensen een rechte hemicolectomie en een stukje van terminaal ileum kwijt zijn. Opnieuw moeilijke diagnose, want weinig zaken om het eigenlijk heel goed te gaan bevestigen. Je hebt een CCAT-scan, een nucleaire scan, dat doen ze dus in het Lucas in Brugge, maar heel kostelijke scan, moeilijk om ook aan te raken. Dus wij gaan ook vaak eigenlijk proeftherapie gaan geven met bijvoorbeeld Questran of Colicevelam. Altijd onthouden dat dat harsen zijn. Mensen moeten die spreiden van andere medicatie, moeten die spreiden van de maaltijd 1 tot 2 uur tussen laten, want anders plakt dat aan je eten, plakt dat aan je medicatie en werken die harsen ook niet. Als de diagnose juist is, ga je wel vaak merken dat mensen die Questran voor het beginnen nemen, op 2-3 dagen tijd een enorm goed effect gaan hebben. Dus die gaan eigenlijk heel vlug wel beter gaan. Wat is er ook belangrijk bij halsoutendiarree? De lengte van je ileale resectie. Als je een groot stuk dundarm hebt die ziek is, typisch bijvoorbeeld is een jonge patiënt met de ziekte van Crohn, die eigenlijk een zware terminale ileitis heeft, dan kunnen die mensen eigenlijk slechter gaan als je Questran heeft. Waarom? Die hebben eigenlijk, omdat ze zoveel halszouten verliezen, de lever kan niet compenseren. En die hebben eigenlijk geen halzoutendiarree, maar die hebben te weinig halzouten om eigenlijk hun vetten te binden. Dus die hebben eigenlijk steatorree. Dus geef je die mensen Questran, bind je eigenlijk het weinige halzout dat ze nog hebben en gaan ze eigenlijk nog slechter gaan. Mensen met beperktere dundarmziekte, die gaan meer de typische secretoire diarree hebben op halzouten en die kun je eigenlijk veel beter krijgen met je Questran. Kort puntje nog over steatorree. Typisch verhaal als de patiënt langskomt en zegt ik heb vettige stoelgang, dat drijft in de pot, dat is precies een beetje olie. Mensen vermageren wat, kunnen eigenlijk vitamine tekorten hebben, vitamine A, D, E, K, de typische vetoplosbare vitamines. De klassieke definitie is dat er eigenlijk meer dan 7 gram vet in de stoelgang zit over 24 uur. En van etiologie voor steatorree te geven, weten jullie dat pancreas eigenlijk op nummer 1 staat. Mensen met chronische pancreatitis, nieuwe diagnose van een pancreastumor, mensen die een resectie gehad hebben, of dan ook jonge mensen voor mucoviscidose, zijn ook typische mensen die een exocrine pancreasinsufficiëntie hebben. Na bariatrie kan je dat eigenlijk ook zien, omdat er sneller transittijden zijn, omdat er minder lipases vanuit de maag gemaakt worden en dat er vaak ook component bacteriële overgroei op de proppen komt. En dan natuurlijk, ik heb daar pas zei, halsoutmalabsorptie bij een uitgebreide ileale resectie of een uitgebreide ileale ziekte, gelijk typisch bij een jonge patiënt met de ziekte van Crohn. Als je beeldvorming wilt doen bij steatorree van de pancreas, is een MRI of een echo-endo eigenlijk nog altijd de eerste en de beste keuze. Echografie abdomen, CT-abdomen zijn ook goed, maar zijn iets minder sensitief. Functionele testen spelen ook altijd mee als je steatorree wil in kaart brengen. De 72-uur stoelgangscollectie, de gouden standaard, is volledig verlaten, want dat is een zeer, zeer arbeidsintensieve test. Wat dat we tegenwoordig doen, is ofwel een mengtriglyceride ademtest of een zuurstheatocrietbepaling op de stoelgang. Zuurstheatocriet, simpel gezegd, gaat een potje stoelgang eigenlijk oplossen in een zuur medium. Je gaat dat centrifugeren, waardoor dat je de vetlaag eigenlijk volledig gaat scheiden en die vetlaag meet je en kun je uitdrukken in een percentage. Al die testen zijn belangrijk, want natuurlijk het medicament voor steatorree Creon kan je enkel maar laten terugbetalen als je aan die strikte criteria gaat voldoen. Wat dan nuttig is ook om te weten, is dat ze dus Creon, want ik heb nog een tijdje geleden zo iemand ook op de raadpleging gezien die Creon 2 pilletjes per dag nam. Maar dus je moet eigenlijk je dosis goed gaan berekenen naar lang hun lichaamsgewicht.
Je moet bij iedere maaltijd en bij iedere snack creon geven, in functie van de grootte van de portie natuurlijk meer of minder. En stel dat je alles goed berekent, dat de mensen creon nemen en het werkt toch onvoldoende, kan je nog altijd proberen een klein beetje op te drijven per maaltijd, naar maximum 80.000 eenheden per maaltijd. En een nuttige tip is ook voor eventueel een PPI toe te voegen aan de behandeling. Door PPI toe te voegen gaat de pH van je maag een beetje stijgen en krijg je iets meer actief lipase in je dundarm. Kort woordje nog over probiotica. Is er ook altijd veel over te doen. Probiotica, dus de levende organismen dat je binnenneemt in bijvoorbeeld de enterol, of prebiotica, de voedingsstoffen dat je binnen kan nemen, die dus eigenlijk de flora ook moeten doen groeien en bloeien. Veel altijd om te doen, met de hele studies bezig zijn over alles van microbioom. In kader van dat zijn we natuurlijk ook bezig met stoeltransplantaties, waarbij dat Clostridium difficile voorlopig de enige erkende indicatie is. Als je het niet onder controle krijgt met medicatie om een stoelgangstransplantatie te doen, maar heel veel studies zijn ook bezig om te zien naar welke gebieden we dan nog kunnen verder eigenlijk gaan uitbreiden. Maar er is nog een mooi artikel, en daarom breng ik het aan, verschenen vorig jaar van de Amerikaanse Associatie van Gastroenterologie, om eigenlijk een keer te gaan zien, als we alle beschikbare evidentie bekijken over probiotica, wat kunnen we nu eigenlijk gaan aanbevelen? Want dat wordt eigenlijk nog veel gebruikt. En eigenlijk is het bedroevend hoe weinig echte evidentie dat er eigenlijk is. Iemand met een actieve Clostridium-infectie, geen indicatie, onvoldoende data voor enterol of iets in Achara te gaan geven. Enige indicatie dat je eventueel kan doen is bij kinderen of volwassenen die antibiotica innemen, is er iets minder kans dat zij een Clostridium zouden kunnen krijgen als ze enterol of zoiets bijnemen. Mensen met ziekte van Crohn, mensen met colitis ulcerosa, mensen met bronchitis, allemaal heel, heel, heel lage evidence of geen evidence, waarbij dat ze vaak zeggen van enkel eventueel te gebruiken in een klinische studie. Mensen met spastische darm, kinderen of volwassenen, ook eigenlijk onduidelijk. Er is onvoldoende data voor daar een aanbeveling voor te gaan maken. En dan de groep die het waarschijnlijk nog meeste krijgt, kinderen met een acute infectieuze gastroenteritis, dan zie je die richtlijn. Eigenlijk is het geen indicatie, omdat er eigenlijk geen evidentie is en zelfs wat evidentie er tegen zal pleiten. Kort woordje nog over PPI-gebruik. Iedereen schrijft PPI veel voor, wij ook, zitten onze pols. Het is een zeer goed medicament. Hebt heel veel indicaties om mee te gaan behandelen, van de klassieke reflux, maagulcera, HP-infecties, stresshoekenpreventie op de intensieve zorg, geven we dat hier ook altijd standaard. En ook bij functionele dyspepsie, de mensen die langskomen met wat atypische maaglast, met opgeblazen gevoel, met postprandiale pijn of epigastrische pijn, zonder dat je eigenlijk grote zaken vindt. Die mensen kunnen eigenlijk ook zeer goed reageren op Pantomid. En er is nog recent ook een nieuwe studie verschenen dat behalve het zuurremmende effect, dat het ook een anti-inflammatoire effect zal hebben ter hoogte van de dundarm. En door die dundarminflammatie te gaan minderen, dat het ook kan helpen, zeker bij de functionele dyspepsie. Wat is een beetje het probleem? Ze worden dan vaak doorgegeven, 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 on- of off-label, zonder dat er een echte controller bij is. Het is een enorm frequent voorgeschreven medicament en is ook een enorme kost voor de samenleving. Waarbij, ik heb nu de cijfers van België niet kunnen bekijken, maar in het artikel van de Amerikaanse overheid stond daarbij ook dat dat in de biljoenen dollars oploopt. Welke associaties zijn er met langdurig PPI-gebruik? Heel veel artikels ook over geschreven, maar het is en blijft eigenlijk een zeer veilig medicament. Clostridium is gekend dat er een licht verhoogd risico is, omdat je eigen flora door de zuursuppressie minder resistentie kan bieden tegen de kolonisatie. Longontsteking is eigenlijk ook bewezen dat door zuursuppressie iets meer bacteriële overgroei gaat hebben, tracheale kolonisatie gaat hebben en iets meer kans op een pneumonie. Maar weinig evidentie, maar toch ligt de voorkeur dat dat wel zeker klopt. Acute interstitiële nefritis, zeer zeldzaam, maar is beschreven. Hypomagnesemie komt redelijk frequent voor, maar heeft eigenlijk weinig klinisch gevolg voor de patiënt vaak. En diarree en microscopische colitis zijn ook wel gekend. Wat is er vroeger over geschreven en is er eigenlijk onvoldoende argumenten voor? Het zijn nog twee grote Duitse studies die gezegd hebben dat mensen er makkelijker dement van gaan worden, is eigenlijk niet bewezen. Er is nog veel te doen geweest omwille van het
het concurrerende effect tussen omeprazole en clopidogrel, dat het minder goed zou werken, is zelfs nog door de FDA als warning uitgeschreven geweest in 2006 of 2007, denk ik. Ze hebben dan een keer een prospectieve gerandomiseerde studie gedaan, had ook geen effect. Dus is eigenlijk ook weer volledig teruggeroepen geweest. Chronische nierfunctiebeperking, ook eigenlijk onvoldoende data voor dat te gaan doen. En osteoporose is zo ook een dat veel mensen nog in hun achterhoofd hebben zitten. PPI geven een beetje minder enterale calciumabsorptie, maar eigenlijk onvoldoende om echt een beeld van een osteoporose te gaan induceren. Dus het blijven eigenlijk veilige medicatie. Beetje een drukke slide, maar het komt er gewoon op neer dat er schema's zijn om mensen te doen stoppen met PPI te gebruiken. Ik denk het belangrijkste is dat je goed moet overleggen met je patiënt, dat je goed moet kijken van welke indicaties serieus gegeven geweest. Er zijn indicaties dat je ze chronisch doorgeeft. De typische mensen met de hernia hiatali en een bewezen reflux die goed zijn onder therapie kan je doorgeven. Mensen met een Barrett-slokdarm kan je doorgeven. Mensen met eosinofileuze vagitis kan je ook zeker en moet je ook doorgeven. En dan bijvoorbeeld oudere patiënten, dat zijn de start-stop-criteria, een persoon 80 plus bloedverdunners, die bijvoorbeeld NSAID's neemt. Dat zijn mensen ook om preventie van bloeding te doen, dat je ook gaat doorgeven. Alle andere indicaties, ulcus, gehadstressprofylaxe, een gastritis, moet je eigenlijk doen stoppen met PPI-gebruik. In principe, als ze 4 tot 8 weken genomen hebben, kan je daar redelijk bruut gewoon stoppen. Ze gaan een paar dagen een beetje een rebound-effect hebben. Maar als mensen het echt al maanden of jaren pakken, mag je dat niet van de ene dag op de andere dag stoppen. Dat rebound-effect van zuurproductie gaat te groot zijn en mensen gaan toch sowieso weer grijpen naar die pillen. Dan bouw je ze beter af. Dan bijvoorbeeld 20 milligram eentje per dag en dan bijvoorbeeld eentje om de andere dag gedurende een aantal weken of een maand of twee, voor dat stilletjes af te gaan bouwen. Als conclusie, bij chronische diarree, goed kijken voor je alarmtekens. Altijd denken aan de medicatielijst, uw anamnese, biochemie en uw facialcultuur met calprotectine is altijd nuttig. IFOP standaard raden wij eigenlijk niet aan. En probiotica, eigenlijk zeer, zeer, zeer weinig evidentie om ze zoveel voor te schrijven, gelijk dat er vaak gebeurt, van PPI's. Het is en blijft een veilig medicament. Indicatie voor chronisch gebruik moet je zeer goed afwegen. Afwegende indicaties zijn er waarbij dat chronisch gebruik aangewezen is en zelfs zeker moet gegeven worden. En in alle andere gevallen moet je ze eigenlijk durven stoppen met of zonder een afbouwschema. Bedankt voor uw aandacht en voor uw tijd. En als er vragen zijn, mag je ze gerust in de chatbox typen en dan ga ik er straks nog een antwoord op geven. Dank u. Goedenavond, welkom op onze speech over robotchirurgie in de gynaecologie. We zijn daarmee begonnen in AZ Amiaan in 2019 onder de impuls van dokter Manen. Die vond dat dat een serieuze lacune in ons zorgaanbod was. Ondertussen zijn we 126 procedures verder. Dr. Manen gaat u een paar filmpjes laten zien wat we reeds verwezenlijkt hebben. En als ze dan binnen 2 jaar bij ons definitief begint, zal ze de robotchirurgie deftig verder uitbouwen. Ik geef nu het woord aan Dr. Manen. Dank u wel. Goedenavond iedereen. Robotchirurgie en de gynaecologie binnen AZ Amiaan. Korte presentatie waar we staan na de opstart 2 jaar geleden. Eerst en vooral, ja, de consoleschirurgen zijn natuurlijk Dr. Bafour en mijzelf. Begin, wat een... atypische start gemaakt. Dr. Bafour was niet echt overtuigd van het voordeel van de robot. Tijdverlies met dokken van de robot in plaats van plastieke trocaar placement bij gewone laparoscopie. We hebben eigenlijk al een zeer goede techniek die heel minimalistisch is in tijdsbesteding. Gemiddelde laparoscopische hysterectomie van ons duurt 1 minuut of 20 als we ruim rekenen. En bovendien het meest nadelige argument voor de robot is natuurlijk de kostprijs. Daar wij in de gynaecologie nog altijd geen terugbetaald RISIF-nummer hebben om robotische ingrepen uit te voeren, zorgt dat toch wel voor een grote druk op het ziekenhuis en de ziekenhuisapotheek. Er zijn wel momenteel is er een dossier in de maak om bij endometriumcarcinomen met sentinelklierprocedure in de toekomst wel een terugbetaald RISIF-nummer te voorzien, zoals dat nu al momenteel het geval is bij een robotische prostatectomie binnen de urologie. Waarom wel? Ja, de eigenlijk obvious reasons. 3D zegt, iedereen die ooit al de robot in de console zelf gezeten heeft,
Weet maar al te goed dat het precies is alsof dat je in de Douglas zelf zit terwijl dat je aan het opereren bent. Toch wel duidelijk superieur aan laparoscopische beelden, ook al werk je met een 4K-scherm en een 4K-camera. Het beeld van de robot is nog altijd een heel stuk beter. Het stabiele camerabeeld, heel belangrijk. Je staat niet altijd met dezelfde OK-verpleging in de zaal. En als je camera fout staat bij de robot, dan is dat je eigen fout. Dus je kunt zelf de robot echt positioneren en heel ver gaan inzoomen, zodanig dat je eigenlijk een heel gedetailleerd beeld krijgt. De ergonomie van de chirurg, zeer belangrijk toch wel, als je een vol OK-programma opstart, of je doet een heel OK-programma van een dag van 10, 12 ingrepen, en als je telkens laparoscopisch staat te opereren versus met de robot, is er een duidelijk voordeel met de robot. De 360 graden range of motion van de instrumentjes zorgt ervoor dat je grotere werkruimte creëert in het klein bekken. Je kunt veel gemakkelijker de technieken toepassen, zoals bijvoorbeeld het hechten van een vaginakoppel, of wat we ook al een paar keer gedaan hebben, de tuberaire anastomosen, wat eigenlijk microchirurgie is, met een Proline 6.0 gaan hechten, een draadje die je gewoon op tafel niet ziet liggen. Dit is toch allemaal veel gemakkelijker met de robot versus de klassieke laparoscopie. Uiteindelijk zei iedereen ons van start maar, en het heeft toch een heel snelle leercurve. En uiteindelijk post facto moeten we dat ook wel bekennen. Nee? Dus voor de stap te maken van klassieke laparoscopie naar robotische chirurgie, dat gaat eigenlijk heel snel en heel vlot. We hebben dan maar de koe bij de horens gevat en gestart. Continue teaching is heel belangrijk natuurlijk. We hebben eerst een cursus gevolgd met Philippe de Zutter, beeldje rechts in beeld in het Orsi. Eerst dry lab, zoals je onderaan ziet in het beeldje. En dan natuurlijk ook op effectieve dierenmodellen gaan proberen. Daarna is er via het DaVinci-systeem ook nog een Orsi-training geweest. En DaVinci, de robotproducent dus, levert ons ook het Proctor-systeem aan. Dus wat houdt dat in? Je eerste 10 procedures of 20 procedures, of hoe lang dat jij zegt dat het voor jullie nodig is, komt er eigenlijk een ervaren robotisch chirurg meedoen. Niet meedoen, maar eigenlijk meekijken, stand-by staan en kan dan tips en tricks geven of hoe dat je bepaalde dingen beter gaat oplossen. We hebben dan ook nog in binnen- en buitenland naar ervaren robotchirurgen gaan kijken, waaronder vooral dokter Saskia Klint in Göteborg, die echt heel impressionant met de robot kan opereren, heel snel, maar die is ook al jaren bezig. En dan in binnenland onder andere professor Vergoot in het UZ Leuven. Indicaties, een beetje hetzelfde als onze klassieke laparoscopie. De benigne hysterectomie, bijvoorbeeld in het kader van menometrorragie en myomateuze uterussen. Een groot voordeel, de hysterectomie met sentinelnoodbiopsie bij endometriumcarcinomen, maar daar kom ik straks op terug en dat is eigenlijk nog een beetje toekomstmuziek. Daarnaast hebben we ook al een paar keer grote dermoïden, teratomen dus, kiestectomies gedaan bij jonge patiënten, zodanig dat we zoveel mogelijk ovariële cortex konden sparen voor die patiënten, om de fertiliteit niet te gaan beïnvloeden naar later toe. En dan de tuberaire anastomosen. Echter wel een indicatie die minder en minder zich zal voordoen, omdat we sinds de studie in 2017 nu eigenlijk bij sterilisatie, in plaats van vroeger gewoon coaguleren en knippen van de tube, nu eigenlijk een profilactische salpingectomie doen, om het risico om later ooit een ovariumcarcinoom te ontwikkelen te doen dalen. Start versus ad hoc. Zoals ik daarnet al zei, nieuwe techniek aanleren. Altijd een beetje bang voor in het begin natuurlijk, maar we hebben eigenlijk een heel snelle leercurve gemaakt. Automatisme moet er natuurlijk inkomen en daar is natuurlijk teamwork ook heel belangrijk. We kunnen nog zo goed robotisch opereren als we willen. We hebben verpleging nodig, we hebben een anesthesist nodig die op elkaar ingespeeld is en die kan optreden of die kan tussenkomen waar nodig. Onze eerste procedure was 20 september 2019 en ondertussen, ondanks de COVID-golven die we allemaal gekend hebben, zijn we eind september 2021 toch al 126 ingrepen verder. 117 hysterectomies, 6 kiestectomies en 3 tuberaire anastomosen bilateraal. Trocaaropstelling verschilt iets met de klassieke trocaaropstelling die we gewoon zijn. We plaatsen eigenlijk een extra poort die je daar ziet met cijfertje 1 in de rechter fossa. En dan hebben we ook een assistentenpoort die ietsje hoger zit dan de camerapoort. Bij klassieke laparoscopische hysterectomie hebben patiënten maar 3 insteken. Het camerapunt, zoals je hier ziet, in de linkerfossa op nummertje 2. En dan suprapubis. Dat is toch wel iets anders, toch wel weer een andere manier van opereren die je toch wel weer gewoon moet worden. Maar dat ging eigenlijk heel vlot. Opstelling in de zaal. Hier zie je rechts de console.
En dan zien we onze verpleegster eigenlijk de patient card drapen. Dus met steriele doeken eigenlijk afdekken, zodanig dat je kunt inschuiven aan tafel bij de patiënt. Dan een overzichtsbeeld van de zaal. Lijkt zeer impressionant. Dat is het ook. We moeten altijd plaatsmaken in de zaal. Maar uiteindelijk, meer en meer automatismen zorgen ervoor dat dat altijd maar sneller en sneller gaat ook. Hier zie je ook in het beeldje dat de robot gedokt is op de patiënt. En dan zie je in het volgende beeldje hier achter de robot rechts in de hoek de consolechirurg zitten. Dus we zitten niet meer bedside bij de patiënt. De verpleegster zit eigenlijk naast de patiënt, kan instrumenten aangeven, kan instrumenten switchen, kan met een zuigspoelsysteem komen, kan een draad of naald aangeven enzovoort. En hier deze foto om eigenlijk de ergonomie te benadrukken. Dus je ziet duidelijk rechte rug, mooi de handjes op 90 graden. En dan speel je precies een computerspelletje. Je kan het niet beter vergelijken. De joysticks zijn heel goed ontwikkeld van DaVinci. Het is een heel intuïtief systeem waarbij dat je echt ja, met heel kleine bewegingetjes, heel minuscule bewegingen ook binnen in de patiënt kunt gaan doen, waardoor dat je veel preciezer kunt gaan opereren dan met klassieke laparoscopische hysterectomie. Waar dat iedereen natuurlijk in geïnteresseerd is, zijn de resultaten. Ondanks dat de patiënten een extra trocaarinsteek hebben, zien we dat ze toch nog duidelijk minder pijn hebben dan al met onze klassieke laparoscopische hysterectomie. En dat draait zich allemaal een beetje rond het fulcrum. Dus als je normaal een trocaar hebt die in de buikwand van de patiënt zit, als je deze beweegt met een instrument, beweegt die trocaarpoort mee. Met de robot heb je dus hetzelfde systeem dat het instrument opgeschoven wordt, maar dit beweegt. Waardoor dat eigenlijk de schade binnen in het weefsel veel minder is. En dat zien we dus ook postoperatief, dat de patiënten, we opereren ze soms vrijdag namiddag om 4 uur. Zaterdagmorgen om 8 uur staan ze aangekleed en vragen ze, dokter, mag ik alsjeblieft naar huis? Ik voel me goed. Dus patiënten zijn dan natuurlijk ook tevreden. Lichtdag is niet echt veranderd, omdat we ook al heel kort zaten met de wettelijke één verplichte, of ja, volgens ziekteverzekering vaak één verplichte hospitalisatienacht na hysterectomie. Dat was al zo met klassiek laparoscopische hysterectomie en ja, dat blijft ook nu zo. Ik denk dat ja, 95% van de patiënten de volgende morgen al naar huis gaat. Na 1 week kan iedereen al vrij snel terug dagelijkse activiteiten ondernemen, weinig pijn en hebben ze een goede mobiliteit. Complicaties, altijd gevaarlijk om daarover te spreken, om het lot niet te tarten, maar per operatoire hebben we eigenlijk nog geen conversies gehad. Dus dan gaan we overschakelen naar tomie of naar klassieke laparoscopische hysterectomie. Dus we hebben eigenlijk alles robotisch kunnen oplossen. Postoperatoire, ja, eigenlijk de gekende complicaties die zich kunnen voordoen, een hematoom of een absces. Maar een stuk of 3 casussen op 126 valt ook wel goed mee. En die zijn ook telkens conservatief behandeld, kunnen we dus geen revisie moeten doen. Dan hebben we nu een filmpje van de Benigni hysterectomie. We gaan gewoon een glimp geven. Het is een filmpje van 5 minuten, maar dat zou het een beetje te ver leiden. Dus dit is een klassieke Benigni hysterectomie met de robot.
Voilà, dat was een benigne hysterectomie dat ik een maand geleden gedaan heb. Je zag ook duidelijk wel een myomatose uterus. Mijn volgende slide. Dus daarnet had je echt een anterior myoom van een 4-5 centimeter. Hier zie je nog een voorbeeldje waarbij dat we toch wel ja, een redelijk grote uterus eruit gehaald hebben. Heel easy, omdat je echt in elke hoek kunt gaan gaan met je camera, wat je met klassieke laparoscopische hysterectomie niet kunt. Dan hebben we nog een filmpje van een tuberaire anastomose. Daarnet heb ik al eventjes aangehaald. Een ingreep dat we niet zo heel vaak doen. Ik heb er ondertussen 3 gedaan. Echt wel microchirurgie, kleine naaltjes, specifieke robotinstrumenten. We gaan een kort stukje laten zien om te laten zien hoe gemakkelijk het eigenlijk is om die procedure te doen. Want dat door, als het nu nog gebeurt, als je het niet robotisch doet, vaker met open chirurgie opgelost wordt. Dus we gaan eventjes kijken naar het volgende filmpje. Voilà, dat was het filmpje van de tuberaire anastomose. Eventjes ter mededeling, de beide tubi waren gereanastomoseerd en waren ook doorhankelijk postoperatief. Dan hebben we ook nog een kistectomie van de dermoïdskiste. Dit fotootje ja, was nog in de beginfase, niet zo professioneel gedaan als het eerste filmpje, of de eerste filmpjes dat je gezien hebt. Maar hier zie je heel mooi dat je eigenlijk echt specifieke dermoïds uit het ovarium kunt gaan pellen. Zodanig dat je zoveel mogelijk ovariële cortex kunt bewaren en door het sublieme zicht dat je hebt en ook de precieze werking van de instrumenten heb je heel ja, vaak ook minder rupturen eigenlijk van je kiesten, wat dat je toch liever voorkomt, zeker met de dermoïd. Nadien is het dan ook heel gemakkelijk om het ovarium terug te herstellen in zijn vorm, zodanig dat dat toch een beetje er beter uitziet, ook naar hemostase toe en ook minder risico op torsie. Voilà, dat is het eindbeeldje. Toekomst. Momenteel zijn we in AZ Amiaan aan het kijken om het robotverhaal verder te zetten. Maar binnenkort hebben we een nieuw toestel daarvoor nodig ook. Dus wij hebben eigenlijk de robot gestart net om dit te bespreken, om dit te kunnen doen wat ik nu zal bespreken. Met het DaVinci XI-systeem kunnen we de Firefly-modus installeren eigenlijk, waarbij dat je dus een sentinelklierprocedure kunt gaan doen bij endometriumcarcinomen door indocyaan groen paracervicaal te injecteren net voor de operatie, een beetje voor de operatie.
Het voordeel is dat je geen volledige lymfadenectomie meer moet doen. En als er toch positieve klieren zijn per operatoire op vrieskoppen, is het ook niet nodig om nog volledige lymfadenectomie te doen. Maar kun je eigenlijk gewoon postoperatief de patiënt gaan bestralen. Studies tonen aan dat het eigenlijk naar overleving toe geen verschil maakt tussen een volledige lymfadenectomie te doen of postoperatief te gaan bestralen. Maar het grote voordeel is natuurlijk wel dat, dat een patiënt veel minder comorbiditeit heeft, zoals lymfoceules of wondinfecties, of wat dan ook, wat gebaard gaat bij bilaterale lymfadenectomie iliacaal. Voorbeeldjes van de beeldjes. Links zie je dus het normale robotische beeld. Rechts heb je dan eigenlijk de Firefly-modus. Dat is met een footswitch aan de zijkant van de robot dat je van het ene beeld naar het andere beeld kunt overschakelen, instant, op een seconde tijd. En hier zie je dan duidelijk welke klieren je eigenlijk moet gaan weghalen. Hè. Dus dat is natuurlijk subliem om zo op korte tijd te kunnen switchen zonder dat je daarvoor camera moet switchen of instellingen op je toestel moet switchen. En zo kun je heel gericht dus een sentinelklier gaan uithalen. Hier nog een voorbeeldje waarbij je echt ook het lymfevat ziet en dan de klier zelf. Dus wij hopen dat we dat zo snel mogelijk kunnen doen ook met het DaVinci XC-systeem. Momenteel doen we ook al endometriumcarcinomen met een sentinelklier procederen, maar dan enkel de klassieke radioactieve sentinel die we gebruiken en dan kijken als we de klier uithaald hebben of dat die tekent of niet. Dus we bieden dat zeker ook al aan voor de patiënt, maar dit zal nog duidelijk een meerwaarde bieden. Ik zie al enkele vraagjes, ik ga die misschien heel kort beantwoorden. De duur van de anesthesie bij hysterectomie, we zitten momenteel op een robotische fase van 22 minuten. Wat dat eigenlijk ook al heel vrij snel is. Plus installatie moet je er nog misschien wel een 10, 15 minuten bij rekenen. Maar dan zit je eigenlijk rond de 40 minuten. Dus dat is naar mij inziens en naar de patiënt toe zeer acceptabel. Kostprijs van robotchirurgie. Patiënt voelt dit zeker niet in zijn eigen portefeuille. Er is een wet gestemd waarbij we supplementen niet mogen doorrekenen aan de patiënt. Dus momenteel voorziet de ziekenhuis daar eigenlijk de kostprijs in. Maar we hopen dat dat dus in de toekomst wel wat kan verbeteren door ook robotische prestaties te kunnen aanrekenen. Maar patiënt voelt er absoluut niks van. Ze staan ook vrij om voor de klassieke of voor de robotische procedure te kiezen. Maar de meeste mensen kiezen natuurlijk nu voor de robot. Iedereen kijkt naar topdokters, heeft dat al gezien op tv. En we hebben ook onder andere al echt patiënten die specifiek naar AZ Amiaan komen, omdat we op gynaecologie de robot aanbieden, omdat nog niet elke gynaecologische dienst dit doet binnen West-Vlaanderen. Dus dat is ook wel een voordeel voor het ziekenhuis natuurlijk. Als er nog vragen zijn, mag je die gerust in de chatbox neerschrijven en dan zullen we die ook beantwoorden. Goedenavond en dankjewel. Goedenavond. Ik zal beginnen bij kort voor te stellen. Ik ben Celine Vande van het projectmanager van het elektronisch patiëntendossier. En ik wil jullie vanavond kort wat informatie geven rond Magnetisch Pro en dan de dematerialisatie van het ambulant medicatievoorschrift. Maar daar ga ik maar heel kort bij stilstaan. Nexus Health Pro is een platform voor huisartsen die eigenlijk één centraal dossier voorop stelt, waarbij het eigenlijk volledig 100% in de cloud staat, zodat dus er niets geïnstalleerd in te worden lokaal, en waar het eigenlijk een beveiligde toegang is aan de hand van de therapeutische relatie. Waarom breng ik dat hier nu op die wetenschappelijke avond? Ik heb absoluut niets met Nexus Health te maken, maar binnen AZ Amiaan hebben wij wel gekozen voor het pakket van Nexus Health, het KWS, waarbij dat we eigenlijk gebaseerd aan het uitrollen zijn, module per module. We zijn er bijna de groene. Zijn al achter de rug, onder andere verslaggeving, afspraken, zorgmodule enzovoort, is reeds opgestart. Er staan nog twee grote kleppers ons te wachten, namelijk het OK-pakket en het medicatiebeheer. Nu, Nexus Health biedt eigenlijk naast het KWS voor de ziekenhuizen ook twee andere platformen aan. Enerzijds MyNexus Health voor de patiënt en anderzijds de Nexus Health Pro voor externe zorgverstrekkers. Vandaar dat het interessant leek om jullie te informeren over het platform. Ik ben absoluut ook geen inhoudelijk expert, maar ik wil je wel laten kennis maken. Hebben jullie vragen, dan kun je achteraf via de chat stellen. Ik ga ze misschien niet allemaal onmiddellijk kunnen beantwoorden, maar dat komt dan later zeker wel nog terug. Goed, wat is het principe achter Nexus Health Pro? Het
Het idee is eigenlijk om dezelfde inhoud die vanuit het KWS, dus vanuit het elektronisch patiëntendossier in het ziekenhuis, om dat ook zichtbaar te maken voor de thuispartners, dus bijvoorbeeld de huisarts, maar ik moet ook de thuisverpleging. De voorwaarde is dat er een therapeutische relatie is, dat die relatie kan gelegd worden via het e-health platform. En de kostprijs van Nexus Health Pro is tweedelig. Dus we hebben een niet-betalend pakket, waarbij je eigenlijk gewoon een registratieprocedure doorloopt en dat je het pakket kan gebruiken. Maar sinds begin deze maand is er ook een betalend gehomologeerd pakket op de markt die een test is bij een aantal huisartsen in Limburg. Dus men wil zich echt gaan profileren als een volwaardig huisartsenpakket, maar dat komt pas later richting onze regio's. Ik heb het al even laten vallen, het is niet enkel voor huisartsen, maar ook de apotheker, de kiné, de tandarts, de verpleegkundige en de vroedvrouw hebben mogelijkheid om in te loggen op het platform. En gaan eigenlijk afhankelijk van hun rol andere zaken gaan zien of toegang hebben tot verschillende zaken. Eens zoals de kinesist geen laborresultaten kunnen zien, terwijl bijvoorbeeld de huisarts en de verpleegkundige en de vroedvrouw dat wel kunnen doen. Wat is er nu exact mogelijk in ons platform? Of niet in ons platform, in het platform van Nexus Health Pro. Er zijn twee tabs beschikbaar, het algemene en het patiëntendossier. Algemeen ga je een overzicht zien van de patiënten waarmee je geen therapeutische relatie hebt. Je kan ook nieuwe patiënten registreren. Ik kan radiologische beelden gaan raadplegen, laborresultaten gaan raadplegen, de afsprakenmodule gaan bekijken of eventueel collega's of eenheden gaan opzoeken. Opnieuw, wij zijn niet het enige ziekenhuis die gefaseerd uitrollen. Dus de ziekenhuizen, er zijn heel wat ziekenhuizen in de buurt die met KWS werken, maar iedereen zit op een ander tempo qua uitrollen. Dus het kan zijn dat van ziekenhuis A de informatie wel beschikbaar is en van ziekenhuis B de informatie nog niet beschikbaar is. Als we dan effectief gaan kijken naar de patiënt op zich en het patiëntendossier, wat zien we dan? 1. Algemene informatie, administratieve informatie over de patiënt, de afspraken, de verwijsbrieven, notas, maar ook berichten kunnen gestuurd worden onderling naar elkaar, contacten worden getoond, radiologische beelden enzovoort. Welke functionaliteiten zijn interessant? Dus ten eerste de afspraken. Je kan eigenlijk gaan zien binnen de Nexus ziekenhuizen welke openstaande afspraken heeft mijn patiënt en welke heeft hij al in het verleden gehad. En dan zie je daar rechtsbovenaan ook de tab nieuwe afspraak. Als de specialist ervoor kiest om zijn agenda open te stellen voor de huisarts, dan kan hij als huisarts eigenlijk ook zelf een afspraak maken bij een bepaalde specialist in het ziekenhuis. Er wordt vaak gekozen in het ziekenhuis om sloten specifiek open te stellen voor huisartsen, waardoor er eigenlijk een snellere afspraak bij de specialist mogelijk is. Opvolgnotas is iets die niet altijd raadpleegbaar is voor jullie. Op dit moment, jullie krijgen wel de ontslagbrief na validatie. Het is wel de bedoeling om die opvolgnotas in de toekomst beschikbaar te stellen, zodat je ook de dagelijkse evolutie van de patiënt kan gaan opvolgen. Naar berichten toe, dat is eigenlijk een module waarmee er berichten kunnen gestuurd worden onderling in het platform van Nexus Health Pro. Dus stel bijvoorbeeld de thuisverpleegkundige heeft een vraag voor de huisarts, trekt een foto en stuurt dat via Nexus Health Pro. Ga je eigenlijk op een beveiligde manier met elkaar gaan communiceren en verloopt het niet via mail of via een andere weg die mogelijk niet zo veilig is naar het delen van patiëntengegevens. De contacten, dus opnieuw, er is eigenlijk een mooie historiek zichtbaar van alle contacten opnieuw binnen de Nexus ziekenhuizen. Eerder daar zit er wel een beperking op. Ziekenhuizen die niet aangesloten zijn op het Nexus platform gaan hier ook niet gevisualiseerd worden en mis je een stuk van de therapie van de patiënt. Wat ook zeker interessant is, zijn de beelden. Dus op dit moment, zoals ik al zei, kunnen jullie voornamelijk de eindverslagen zien die gevalideerd zijn. Als daar een beeld aan gekoppeld is, is dat ook zichtbaar. Maar vanuit Nexus Health Pro kan je eigenlijk alle beelden die aan het EPD werden toegevoegd raadplegen, maar ook omgekeerd. Stel je een patiënt die trekt een foto, kan je delen met de specialist in het ziekenhuis, zodat hij ook jouw beelden kan zien en dat er eigenlijk een overleg kan zijn over de patiënt. Dit hetzelfde met documenten, bijvoorbeeld van een logfunctie enzo. Een functionaliteit die ook beschikbaar is in de app is de vragenlijst en de dagboeken. Dus het is dan zo dat eigenlijk een specialist een vragenlijst of een dagboek ter beschikking stelt aan de patiënt. Die gaat dat gaan invullen via het MyNexus Health-account. En dan kunt u als huisarts de MyNexus Health Pro-omgeving openen en de invullingen gaan raadplegen. Je kan zien welke dagboeken, welke vragen lezen en hoe de patiënt daarop antwoord geeft.
De zorgmodule is een module waar de verpleegkundigen in registreren. Dus zij maken eigenlijk alle verpleegkundige observaties, notities, maar ook technische aspecten zoals woonzorg, maken zij verslaggeving van in de zorgmodule. En die is ook volledig te raadplegen. Dat zou kunnen betekenen dat je de bloeddruk niet enkel hebt van bij het ontslag, wat meestal in de ontslagbrief staat, maar dat je echt de volledige bloeddruk van gedurende de volledige opname kan gaan raadplegen of de woonzorg kan gaan bekijken wat er precies gedaan geweest is en hoe dat die evolutie naar genezing zich voordeed. Hoe kun je daarmee aan de slag? Stel dat je interesse hebt om aan te sluiten op het Nexus Health Pro platform, dan ga je naar nexushealth.com, klik je op zorgverstrekker en moet je een heel korte registratieprocedure doorlopen om toegang te krijgen. Op dit moment is het ook niet gekoppeld met jullie eigen pakket, dus het is echt iets die er los van staat. Ik heb daar ook geen idee van of Nexus Health daar in de toekomst daar plannen heeft om dat te gaan koppelen. Dat wat betreft het Nexus Health Pro verhaal, ik wou dan nog kort even stilstaan bij de dematerialisatie van het ambulant medicatievoorschrift. Dus sinds 15 september zijn we van start gegaan met de dematerialisatie, zoals iedereen ondertussen, waarbij dat er eigenlijk een papieren afdruk voor de apotheek niet meer nodig is en de patiënt zijn medicatievoorschrift kan gaan afhalen met zijn identiteitskaart of met het rijksregisternummer. Dus ofwel doen we het nog op papier, ofwel geven we de patiënt de login om het digitaal te gaan doen. Er zijn een aantal apps beschikbaar, bijvoorbeeld Helena is daar één van. Ofwel zeggen we nee, kijk, we geven geen blaadje meer mee. Met de identiteitskaart kan je alle medicatie gaan ophalen. Nog een belangrijke feature die we ook nog altijd in de kijker willen zetten, is de visievlag. Dus je kunt nog altijd als patiënt beslissen om je medicatie niet te gaan delen of je voorschriften niet te gaan delen met het receptieplatform. En dan kan de arts aangeven dat dit niet gebeurt. Op dat moment komt er toch een papieren outprint uit de printer en is het niet zichtbaar voor alle apotheken of andere mensen die toegang hebben tot het receptieplatform. Wat hebben we in AZ-Amiaan daar specifiek voor gedaan? Er zijn maximaal overgeschakeld op de digitale ambulante voorschriften, al even. We hebben verschillende softwarepakketten die in gebruik zijn, die dat ook gaan ondersteunen. Maar we merken toch heel erg hard dat de extra ondersteuning naar de patiënt noodzakelijk is. Dus we proberen toch nog ergens een afprint mee te geven met de patiënt van het overzicht van de medicatie, zonder effectief de voorschriften te hoeven meegeven, met de vermelding dat de identiteitskaart voldoende is om de medicatie te gaan ophalen. Ook via het platform, en dan kom ik terug op het eerste platform, MyNexus Health, voor de patiënt komen de voorschriften die gemaakt zijn in Nexus Health ziekenhuizen daarop. Ook daar is dus een mooie visualisatie en is een afprint op papier niet meer nodig. Voilà, dit was mijn betoog voor Nexus Health Pro. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het wel via de chat. Bedankt voor jullie aandacht.